Goedemorgen, het is vandaag dinsdag. Ik kom net uit de douche. Ik ga me heel even aankleden, want ik moet vandaag weer gaan lezen. Ik ben echt kots en kotsmisselijk. Ik ging met de tongschraper, zeg maar, mijn tong schoonmaken. Ik ben echt super witch, joh. Ik ga zo echt onder de zonnebank. Oh nee, ik kan niet onder de zonnebank. Ik ga lezen. En ik ging met de tongschraper dus mijn tong schoonmaken. Ik ging gewoon over mijn nek. In de wasbak. Dat was echt, echt heel erg. Ik ga me heel snel even aankleden. En dan ga ik richting Lara's Laserkliniek. Guys, ik heb me even omgekleed. Ik heb een teddycoat aan. Een tomboy shirt van LA Sisters. Alexander Wang. Een Topshop broek. En mijn Balenciaga's. Ik ga nu laseren bij Lara's Laserkliniek. Klaar met het lezen. En ik liep zo. En toen liep er een meisje, volgens mij met haar broertje. Of ik weet niet, volgens mij haar broertje. Liep langs. En ze liep zo langs mij heen. En toen riep ze zo, Selma. En toen keek ik zo. En toen deed ik zo. En toen deed ze zo. En toen deed ik zo terug. En ik vond het echt lief. En dat wil ik even zeggen tegen jullie. Maar ik ga nu onderweg naar huis. Ik heb gisteren of eergisteren een aantal snaps geplaatst met schoenen die ik verkoop. En ze zijn allemaal verkocht. Best wel snel. Volgens mij, er is één paar nog over. Dus die ga ik vandaag gelijk op de post doen. Want gisteren was het nieuwjaarsdag, dus alles was dicht. Ik ga ze vandaag gelijk op de post doen, zodat iedereen ze morgen heeft. En daarna komt Nikki mij ophalen. En dan ga ik met haar en Rae even lunchen. Oké, ik ben dus thuis. Ik ben best wel blij dat mijn gezicht nu een beetje aan het opklaren is. En dat ik dan echt... En dat ik maar nu twee ontstekingen heb. Ik ga even mijn schoenen klaarzetten. Ik heb alle schoenen, zeg maar, die ik wou verkopen. Ik heb deze heb ik verkocht. Die heb ik echt letterlijk maar 3 keer aangehaald. Dus het is best wel zonde om ze dan in de kast te hebben staan. En ze gewoon niet aan te doen. Deze ga ik denk ik aan Marwa geven. Want ze zeurt echt om deze forever. De enige schoenen die over zijn, zijn deze Balenciaga's. In een maatje 39. En dit is echt van hun eerste lijn. En ik vind deze persoonlijk zo mooi. Maar ik draag hem gewoon niet meer. Dus dan is het heel erg zonde om die dan nog in mijn kast te hebben. En ik heb deze Prada's die ik letterlijk maar 1 keer aan heb gehad. Die heb ik ook verkocht. Want het is echt mega zonde. En ik heb deze. Die ik ook echt nooit meer in mijn leven aandoe. Die gaan ook weg. Dan bewaar ik trouwens ook al mijn schoenendozen. Want ik weet van schoenen bijvoorbeeld. Ik ga die toch niet altijd dragen. Op mijn hakken na. Die Stuart Weitzman en die Louboutin. Die koop ik echt om te keepen. Hakken die doe ik nooit weg. Maar bijvoorbeeld bepaalde sneakers. Ik ga dat op een gegeven moment niet meer dragen. En dan ik kan beter iemand anders er blij mee maken. Met alle toebehoren. In plaats van zo half geven. Ik hou daar zelf niet van. Want ik zou het zelf ook anders willen ontvangen. Dus ik ga dat even klaarmaken. En dan zie ik jullie zo. En mijn moeder heeft linzensoep gemaakt, dus dat ga ik vanavond eten. En ik heb nu een mandarijn in mijn mond. Mensen, ik ben bij Little V. En kijk eens met wie ik ben. Hi, ja, lach maar. Hi, knappert. Hi. Hi. Ze is echt schattig. Ze helpt nu, hè? Ze praat soort van. Ja. Dat is groot geworden, hè? Ja, gaat snel, man. Knapper! Wordt nu ook wat dikker. Kijk hoe schattig! Hi! Wij zijn nu bij Little V en we gaan even eten. En kijk eens wie bij mij op schoot zit. Hey! 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 Wij gaan nu een ijskoffie drinken met hazelnoot. Oké, guys, ik ben inmiddels thuis. Ik ruik echt naar Little V.
Ik ga nu even een extra video opnemen. Zoals jullie kunnen zien is het licht in mijn kamer echt goals. Want ik heb één studiolamp gepakt en de andere moet ik nog in elkaar zetten. Maar ik heb het idee dat één studiolamp voldoende is. Dus ik ga even kijken hoe het licht op het geval is. Want ik ga een aantal extra video's opnemen. Ik heb echt toegezegd dat ik in 2018 mijn best ga doen met YouTube. En dat ik ook ga proberen om gewoon lekker aan te houden om goed te filmen. En gewoon een goede schema op te nemen. Ik ga nu een hair routine filmen. Want mijn haar is nu ook vettig. En dat ga ik nu even doen. Current situation. Oh my god, ik ben zo happy. Ik ben echt kapot. Ik heb een haarroutine video opgenomen. Als jullie deze vlog zien, dan betekent dat die video al online staat. En dan doe ik even een linkje in de beschrijving. Dus dan kan je die ook even checken, mocht je die gemist hebben. Oh, ik hou van dit witte licht. Ik heb hem ook meteen geëdit. En dat was echt dying. Dus die ga ik lekker uploaden en inplannen. Ik ga nu even naar het toilet. En ik heb ook echt honger. Ik moet morgen vroeg sporten. Bij wat soms sport weer. Dus ik ga vandaag denk ik voor de allerlaatste keer nog een klein... Ja, ik heb niet echt heel slecht gegeten vandaag. Dus ik heb het idee dat ik nu wel even iets ongezonds zal eten. Want het is ook best wel laat. En je kan niet echt gezonde dingen meer bestellen. Hashtag zoeken naar excuses heel je leven lang. Maar dat ga ik wel bestellen. Ik heb echt zin in nuggets van Has. Dus ik ga die bestellen. Maar ik neem wel een fles water. Dat is wel weer zo eerlijk dan. Ik was net beneden even met mijn moeder kletsen. En ik ging drinken halen. Maar het ging me even kletsen. En ze wou naar de Zara toe. Want zij heeft de uitverkoop nog niet gezien. Voordat we naar Dubai gaan. Dus ik heb besloten om... we hebben afgesproken om vrijdag samen de stad in te gaan. Ik heb echt mega dorst. Daarom staat dit hier. Ik heb trouwens niet ongezond gegeten. Ik heb een tonijnsalade gemaakt. En die heb ik beneden ook opgegeten. En that's eigenlijk it. Dus ik ben echt trots op mezelf. Maar ik wou je dus op iets attenderen. Ik ben zo verslaafd aan dit spelletje. En dat komt door Marvin. Maar jullie kunnen het niet zien. Dus ik ga even de camera omdraaien. Oké, dus ik ben zo verslaafd aan dit spel. Ik ga jullie even laten zien hoe het werkt. Het heet Woody Puzzle. En je krijgt hier dus drie figuren. En je moet ervoor zorgen dus. Ik ga het even snel laten zien. Dat je elke keer een lijn hebt. Het mag zeg maar niet vol raken. En je moet constant wel zetten hebben om te blijven doen. Even kijken hoor. En dan gaat er elke keer eentje weg. En je moet ervoor zorgen dat dat constant kan blijven gebeuren. En dat je niet op een gegeven moment bijvoorbeeld geen zetten meer kan plaatsen. Maar ik ben dus echt doodverslaafd aan dit spel. En mijn beste score is 1807. En Marvin zei, ja, wat is je beste score dan? Dus ik weet niet of zij nou hoger heeft gescoord dan ik. Maar ik vind dit zo een leuk spel. Echt super verslavend eigenlijk, hè. Maar ja, ik ga dit verder spelen. En ik ga dit opdrinken. Ik moet morgen... ga ik trainen in de ochtend. Dus ik ga morgen trainen. En daarna ga ik ontbijt klaarmaken. En ik ga echt even knallen weer dit jaar. Ik wil echt... topfit zijn gewoon. Dus daar ga ik voor. Maar ja, ik ga nu Woody spelen en een beetje Coolbets drinken voordat ik naar bed ga. En dat is een beetje mijn leven op dit moment. Dus ik ga de vlog bij deze afsluiten. Vergeet je alsjeblieft niet te abonneren op mijn kanaal. Laat een blauw duimpje omhoog achter. En dan zie ik jullie heel graag bij mijn volgende video. Doeg!